77 begin boer, op een familieplaats aan op die plaats. Daarna het ons uitgebreide huidheid, het was so 530 hectare grond gehad. Toen het opgegaan naar 3020 hectare toe. En ons het gemelk. En ons het toe in die vroege 80er jare het ons met die besproeiing begin. En ek boer nou met omtrent 100 koeie en ek doen dan nou die reproductie vir medeboere en ek gebruik sekere producten om die hittes en die reproductie, kan je maar zeggen, te optimaliseren. Ik boer met beefmasters, droughtmasters en simbras, maar gemengde koeien. Ik gebruik een stelsel waar ik koeien inkoop bij mensen wat ons redelijk zeker is. Dat is dieren wat niet bruceloze of een of andere geslachtsziekte heeft. Die product bij Woest heeft ons beginnen gebruik om beter het de observatie te kunnen doen op koeien met gekaaide wol. Ons het een ander product gebruik en die hitte observatie was baie moeiliker geweest. Die koeie het nie baie duidelike tekens getoon. En van het ons bywoest gebruik in die synchronisatiestelsel het ons baie goeie resultate. Ons kry op die dae wat ons veronderstel is om hittes te kry, kry ons basis 100% hittes. Die koeie wys vir ons baie mooi en ons konsepsiesyfers is baie goed. Dit is vir my die belangrikste ding. Ek koop mense maatskappye se produkte wat 'n sterk tegniese agtergrond het. Sodat as jy 'n probleem met 'n produk kry of as daar 'n probleem op jou plaas ontstaan, kan hierdie mense jou help om die probleem op te los.